Dag Pa, dag Ma, dag Pepe, dag Meme, dag Rudy, dag Katrien, dag Kim, dag Eva. Dit was Bart, mijn oom uit Argentinië. Nonkel Bart was zo'n beetje de mythische figuur uit mijn jeugd. Want toen ik 3 jaar was, is hij vertrokken naar Argentinië. Een paar keer kwam hij naar België op bezoek. Maar ik ken hem vooral door de cassettes die hij opstuurde, vol muziek en verhalen over het verre Zuid-Amerika. Ik zit er nu in thuis van een vriend en die noemt Louis. En Louis, ga je nu de groeten doen? Louis, ben je acá? Dat zijn Ludos. Hola, ¿qué tal? Voilà, dat was er zoiets van, hoe is het ermee? Met de hele familie zaten we dan aan de radio gekluisterd om te luisteren naar zijn ondertussen al gebrekkig Nederlands. Vandaag is het hier snikheet, het is weer eens 30 graden, wat een verschil met België, want wij horen hier dus de een na het ander bericht van Europa dat ze daar de strengste winter hebben sinds jaren. Hier het tegendeel dus. We leven met een zon en met een temperatuur en ganse dag met een, hoe noemt dat spul? Dat verse lucht brengt en de ventilator. Toen ik 13 was, is onkel Bart gestorven in Argentinië. Dag Rita, dag Koen, dag Veerle, dag Steven, dag Leven. Pas een hele tijd later vertelde papa mij dat mijn onkel homo was en aan AIDS was gestorven. Waarom wist ik dit Was niet? hij al altijd homo? Was hij dan al lang En ziek? waarom zei oma dan dat het longkanker En was? had hij dan een vriend in Argentinië? En leeft hij nog of was hij helemaal niet ziek? Waarom wist ik dit niet? Waarom wist ik dit niet? Heel veel vragen. En daarom ga ik nu, 11 jaar later, zelf op zoek naar de antwoorden. Oma en opa leven niet meer. Maar ik ga wel zoeken bij tante Rita, de zus van Bart. Oh, een heel plezante klein. Vreselijke babbelaar met een hoog stemmetje zo. Iedereen sprak daarover dat Bart zo een piepstemmetje had. Ja. Bij haar man Koen. Hij was de jongste. En ik kwam binnen en Bart barstte uit in het huilen toen hij naar mij keek. En ik dacht, daar gaat zijn zus. Bij mijn papa, zijn broer. En ik was iets gestoerdere jongen. Hij speelde meer met de poppen. En hij speelde een beetje anders dan ik, feite. Minder stoer. Bij Annemarie, een jeugdvriendin. En op een bepaald moment, met al de tédansants, is Bart ook een liefje geweest van mij. Raar maar waar, op 16 jaar. Maar heel braaf, hoor. Bij Helena, met wie hij verpleegkunde studeerde. Bart was een showbeest. Waarom kennen ze hem in Argentinië? Sowieso omdat hij opviel, omdat hij zich liet opmerken. En bij Josiane, de vrouw uit zijn leven. Het leven, dat is voor mij een schone taart geweest, maar Bart was daar op de kaars. Dat was niet om te zeggen van wauw, de macho, waar je van neerviel. Maar die trok je op een bepaalde manier aan om contact mee te leggen. Ja, Bart was iemand die zeer vlug vrienden maakte. Een van de dingen die ik mij zo herinner is dat hij zo een speeltje had dat je rond je been moest doen. En dan was hij een balken en een rekkerke. En dan moest hij daarover springen. En hij gaf dat weg aan een negerinneke die achter de hoek woonde. En dat was van blijkbaar één beroemde speler van AA Gent. Zijn dochtertje. Daar had Bart ook vrienden mee gemaakt. Met iedereen. Ja, Bart had heel veel vrienden. Overal waar hij kwam, iedereen kende hem. En ja, dat was gewoon bij hem gewoon contact te leggen omdat hij zo vrolijk was. Dat trekt aan, hè. Ja. Je zou het gezegd hebben, zeer grappig en ik zou zeggen oppervlakkig, maar dat is niet echt het goede woord. Weet wel, zo met iedereen goed overeenkomen, maar tegelijkertijd iemand die ten eerste zeer goed zichzelf bleef en die wel enorm veel gevoel en oog had voor diepgang. Een vuifbeest, amai. Dat was meer dan een vuifbeest. Dat was gewoon bijna niet menselijk. Ik denk, moest hij nu in die tijd hetzelfde gedaan hebben als toen, dat de mensen ervan overtuigd waren dat hij ecstasy nam. Dat hij gewoon, die begon eraan en die stopte er niet meer mee tot 's morgens vroeg en dansen. Ik zie hem altijd nog dansen en dat was dan dansen met de benen in de lucht. En ja, dat was een ongelooflijk vuifflimmer. Wat niet wou zeggen dat hij zo'n serieus in de put kon zijn en heel triestig zijn. Maar dan sloot hij hem op. Hoe bedoel je dan? Dan kwam hij niet buiten en dan had hij geen contact mee.
dan, maar dan wist, je wist het dan niet, dan stak hij weg. Ja. Ja, dat wist je dan maar pas achteraf, dat hij heel diep gegaan was, door een of ander, ofwel amoureuze verhalen, maar ook met zijn problemen thuis. Van het feit dat hij dus meer, ja, dat hij homo was en dat dat dus blijkbaar thuis een probleem was. Ja. Maar dat is pas achteraf uitgekomen. Ja. Papa, wanneer wist jij eigenlijk dat onkel Bart homo was? Goh, vrij laat. Vraag mij niet meer precies welk jaar of wat. Hij was ergens rond de 20 of zo, vermoed ik, zal hij geweest zijn. Ik weet het niet goed. Het is een gemeenschappelijke vriendin van ons, Helena. Een hele stoute muil, dat we zeggen in Gent. Die mij op een avond dat verteld heeft. Ah, maar ik weet niet, ik kende uw vader toen ook. En we waren een keer in de avond. Ik dacht, ah, Bart, ik vond het al vreemd. Ah, oh, Bart is homo, Bart komt er vooruit. Hij zegt het niet tegen zijn moeder. En nee, uw vader was zwaar gechoqueerd. Ik schrok even, terwijl ik toch niet schrok. Zo van, het was bijna een bevestiging van iets wat sluimert in uw gedachten. En ben je dat dan aan hem gaan vertellen? Nee. Ja, ja, we waren zo'n familie die niet echt met de ziel op de tong rondlopen. Die niet alles aan elkaar vertellen of kwijt willen of zo. Ik heb zo broers en zussen die elkaar alle hart- en seksgeheimen vertellen. Dat was bij ons zeker niet het geval. En nee, het was zelfs gek, want die vriendin die mij vertelde dat hij homo was, is dan aan hem gaan vertellen van uw broer weet het en hij is niet kwaad. En hij was dan weer opgelucht. En Bart was behoorlijk boos dat ik dat durfde zeggen had. Maar uw vader had er ook even moeilijk mee. Ja. Daarna niet meer, maar zo. Het is toch blijkbaar een shock. Dat ik niet goed weet wat ik allemaal moest zeven. Daarmee ga ik eerst een liedje opnemen. En dat is een liedje van een Argentijn die al jarenlang dood is, maar een vrouwmens die nog leeft. Carlos Gardel. En dat noemde zoiets van de dag dat hij nog van mij houdt of zoiets. Het is heel romantisch. Romantisch, ik kan het niet zeggen, zult wel horen. Samen met Nacha Guevara. Voilà, hier begint het. Como ríe la vida de tus ojos negros me quieren mirar. Oma en opa wisten die dat? Nee, die wisten dat niet. Die zullen daar in het beginjaar zeker niet aan gedacht hebben. Want Bart was zo slim om altijd hele mooie vrouwen mee te hebben. Zoals de betere homofielen was hij omringd door de mooiste vrouw. Ik was soms jaloers op hem. En hij deed erom. Hij bracht werkelijk elke keer andere madame mee. Hè? Maar hij was ook altijd bevriend met madame. Ik denk dat je homo's hebt die echt een hekel hebben aan vrouwen. En ook homo's die echt graag madammen hebben. Hè. Bart was een madammenhomo. El día que me quiera, la rosa se engalana, me vestirá de fiesta. En dan is hij vertrokken naar Argentinië, hè? Waarom heeft hij dat besloten? Was dat door studies of? Goh, het was altijd een beetje een avonturier. Dus hij wou sowieso naar het buitenland al gaan. Maar hij wou vooral zijn eigen leven leiden op zijn manier. Ver van huis. Hij wou daar geen vrienden hier en familie als pottenkijkers bij hebben, zeg het zomaar. Ik weet het niet goed. En toen de kans zich voordeed om in die tijd in plaats van legerdienst een soort ontwikkelingssamenwerking te gaan doen, had hij al vlug gekozen voor Argentinië. De keuze voor Argentinië was eerder toevallig. Het moest Zuid-Amerika zijn. En dat is voor hem een heel gelukkige keuze gebleken in feite, want hij heeft daar toch de mooiste jaren van zijn leven beleefd vanaf de eerste dag al in feite. Ik vond het heel triest, maar ik had er al een begrip voor. Zo van, ja, dat past gewoon bij hem. Hij moet dat doen. Het was een avontuur en alleen de Bart kon zo'n avonturen doen. Gewoon van, ik pak mijn valiezen, ik vlieg erin, ik zie wel waar we vanuit komen. En, maar ja, op dat moment, je bent zelf ook jong, hè. Dus het is zo, je denkt niet zo na over de toekomst. Je weet van, oké, en die zal wel terugkomen. Dus ik had nooit gedacht dat hij daar zo eeuwig en altijd zou blijven. Nee, ik had wel gedacht dat hij zou terugkomen op een bepaald moment, ja. Schoon, hè. Ik voel me op het ogenblik gelijk dat ik presentator ben van een programma op de radio of zoiets. Blijkbaar wist Rudy mij te vertellen dat hij er bij de vorige cassette al de zot gelachen hebt met mijn manier van spreken.
Ik zit mij dus nu zo te concentreren om toch maar niets mis te zeggen. Alhoewel dat ik dat dan niet goed ga. Allee, nog een liedje van Mercedes Sosa. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Me dio dos luceros. Que cuando los abro. Perfecto distingo. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Hoe meer ik me verdiep in het leven van onkel Bart, hoe nieuwsgieriger ik word. Ik probeer me steeds in zijn plaats te stellen, te voelen wat hij voelde en te denken hoe hij dacht. En daarom voel ik nu op dit moment dat ik naar Argentinië of Buenos Aires moet vertrekken. Ik wil weten hoe zijn leven er daaruit zag, wie zijn vrienden waren en wat er nu zo speciaal is aan dat leven in Buenos Aires. Dus samen met papa trek ik nu naar het land van mijn nonkel Bart. Bienvenidos a Buenos Aires, señoras y señores. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón abrochado hasta que se apaguen las señales. Mijn eerste indruk van Buenos Aires? Heel druk. Immens veel lawaai. Levensgevaarlijke chauffeurs, heel veel auto's op straat. Maar vooral gele taxis en rode bussen zie ik hier. Tja, ik denk dat ik hier met papa deze week zowat alle taxichauffeurs van Buenos Aires zal leren kennen. We zitten nu in een taxi in Buenos Aires. Was dat iets dat Bart ook veel deed, een taxi nemen? Ja, heel veel, heel veel. We hebben samen 1000 taxis genomen, denk ik. Het eerste wat ik leerde toen ik hier kwam, was het adres waar hij woonde. Ik moest dat uit het hoofd leren. De hoek Tucumán, Ecuador, ja, die hoek. Dan wist ik, als ik een taxi nam, s'nachts, na een of ander feest, en hij bleef nog plakken, moest ik alleen maar die twee woorden prevelen. En ik kwam uit op de hoek waar we toen woonden. Nee, liever dan de bus en de metro namen we de taxi in feite. En waarom liever dan de bus en de metro? Omdat we dan iets zagen in de stad. We doorkruisten de stad en Bart zag dan nieuwe restaurants, nieuwe cafés, zag vrienden en dat interesseerde hem uitermate. Oeh, mijn keel staat droog. Ik ga een beetje water drinken en ik ga een ander liedje op laten nemen van dezelfde vrouw dat daar juist zong. En die zingde zoiets van ik hou van mijn stad. En het begint dat ze naar een waarzegster gaat en die waarzegster zegt daarvan je zult vreselijk veel reizen in je leven. Maar zegt ze, daar hou ik niet veel van, want ik hou dus meer van mijn stad, van Buenos Aires. Me tiene harta. Yo extraño.
nu op weg naar het huis van Daniel. Daniel was de allereerste, maar ook de beste vriend van Bart hier in Buenos Aires. En ik denk dat hij me zeker zal kunnen vertellen wat Bart hier zoal uitspookte en waarom hij het hier zo naar zijn zin had. Hola. Oeh. Oh, Anna. Es nuevo para Argentina. Sí. Daniel neemt me mee naar het terras van zijn atelier en maakt wat mate. Ik vraag hem eerst hoe hij Bart heeft leren kennen. ¿Cómo fue el primer encuentro entre tú y Bart? Fue en el año 83, en enero o febrero, en verano, en Bariloche. Él hacía poco que estaba acá. In 1983, toen Bart hier pas was en amper Spaans sprak. Ze kwamen elkaar tegen op reis in Bariloche in het zuiden van Argentinië en bleven elkaar dan ook zien in Buenos Aires, waar ze allebei woonden. Ze zijn ook een tijdje een koppel geweest, maar Bart had ondertussen ook vele andere vrienden en was niet echt op zoek naar een vaste relatie. Maar Daniel bleef Bart's beste vriend tot op zijn sterfbed. ¿Y por qué Bart quería mucho a Buenos Aires? Waarom Bart zo gek was op Buenos Aires. Voor hem was Argentinië zo'n beetje zijn tweede vaderland eigenlijk, waar hij zelf een leven had opgestart. Y pudo ser otro. Y él no quería ser belga, digamos. Él quería ser argentino, él quería... Bart wou ook niet als Belg gezien worden, maar als Argentijn. Hij onderzocht alle gewoontes van de Argentijnen en nam die dan ook over. Hij was soms meer Argentijn dan de Argentijnen zelf. Hij quería saber todo y conocer todo de acá. Y gustarle todo lo de acá. Y en los ratos de ocio... In zijn vrije tijd volgde hij theaterles. En Daniel herinnert zich nog dat Bart het zo moeilijk had met de rollende R. En wat hij nog liever deed, was zingen. En hij ging dan ook zangles volgen. En op de vele gekke feestjes die Bart organiseerde, zong hij in de late uren Argentijnse tango's. ¿Pensas ahora mucho a Bart? Sí, sí. ¿En qué manera? Of hij nog veel aan Bart denkt. Yo soy muy amigo de mis amigos. Ik ben een goede vriend van mijn hago vrienden. Hago familia con mis amigos. En ze zijn dan ook een deel van mijn familie. Y bueno, Bart era parte de mi familia, digamos. En Bart was zeker ook een deel van mijn familie. Oké, gracias, ciao. Gracias. Caminito que el tiempo ha borrado. De cuantas un día lo vi. Hier zijn we dan. Papa en ik staan vlak voor het vroegere appartement van onkel Bart. Papa is hier heel veel op bezoek geweest en kent de buurt en dit appartement als zijn broekzak. Welke is dat daar? Hè? Hier de hoek hier, ja. Heel de hoek. Het was een heel groot appartement. Ja? Met drie slaapkamers. Hoor. Daar was altijd een hele bende volk die daar logeerde. En woonde hij hier alleen? Hij heeft nooit alleen gewoond. Er was altijd wel een paar meneers of madames die bij hem wonen. Ik denk dat ik hier vier of vijf verschillende mensen weten wonen heb. En als er dan bezoek kwam uit Europa, moest iedereen samen in één hok kruipen. Want de bezoeker, of ik, moest de beste kamer krijgen en veel plaats krijgen. En zo. En mijn vader was niet de enige die naar Buenos Aires trok. Ook Josiane en Annemarie gingen Bart bezoeken. Ja, wel, hij was eigenlijk een beetje de... Maar dat is ook zijn persoonlijkheid. Hè, zo de kern van een hoop met mensen. Een hoop met mensen, veel verschillende mensen, totaal verschillende mensen. Maar hij bracht die mensen wel samen. Ik vond dat wel plezant. Dus zo een open huis, een open gezin. Ja. Maar die leefde daar heel gewoon, pretentieloos, want die verdiende toch toen in die tijd voor de situatie van de andere mensen heel goed zijn boterham. Maar dat was alleen maar, ja, die wou dat alleen maar doen om ook andere mensen te helpen en te delen, gezegd dat.
En voor de rest was het ja, gewoon volop genieten van het Argentijnse leven. Hè. En hoe waren die feestjes dan? De feestjes waren heel wild. Tot diep in de nacht. Het burengerucht hier begint pas om 3 uur. Pas om 3 uur moeten we stil zijn, dan mogen de mensen de politie bellen. Dus wij deden altijd door tot de politie kwam of tot de bovenburen water naar beneden gooiden. Dat was schrik speld. Tja, Tucumán, Ecuador, een onvergetelijke adres. Op het moment heb ik dus nu ook een kleurentelevisie waar ik dus heel content mee ben. Ik zit dus gans daar naar de tv3. Naar mijn telenovelles of mijn vervolgverhaal en iedereen lacht er hem dood mee, maar ik vind dat ferm geestig. Dat zijn zo mijn dagen. Ik slaap veel en voor van de rest ga ik s'nachts ook wel af en toe eens naar theater of een keer goed gaan dansen of een keer goed gaan eten of mensen uitnodigen. Ja, ik leef gelijk God in Argentinië en alles gaat dus oké. Okay. Ja, het volgende liedje ga ik opnemen. Dat is zoiets van Victor Heredia noemt de zanger en hij zingt dat hij... Er was een vuiligheidje aan de naald. Hij gaat dus zeggen dat hij alleen maar... dat hij vreselijk zot is van het leven. Vreselijk schoon, hè? Maar ja, je zult wel horen. Ik hoop dat er iemand iets van verstaat. Ik zie Rita al zitten bij haar woordenboek. Om die liedjes te vertalen. Het zijn dus echt prachtige teksten. En het zou wel geestig zijn, moest dat dan opzoeken en... en de juiste vertaling weet. Tot straks. Naar welke muziek luisterde Bart? Goh, vooral naar de traditionele Zuid-Amerikaanse muziek in het begin in feite. Mercedes Sosa, Carlos Gardel, de tango's, vooral naar tango's. Ik ben hier op zoek nu naar zijn favoriete tango. Die heet Los Mariados. En ik weet de oude Aníbal Troilo dat hij daar gemaakt heeft. Ja. Ik wil het van de week nog eens horen, want op elk feest vroeg iedereen, als iedereen een beetje dronken was, aan Bart om Los Mariados te zingen. Een lied over een dronken echtpaar. Brada. Hola, hablo con Pablo. Sí, hablo con Eva de Bélgica. Muy bien, ¿y tú? Sí. Sí, que tú tienes tiempo por una entrevista esa semana o la semana próxima, ¿sí? Te oye bien, no sé, mañana, tengo fatal. En el día tú tienes que trabajar. Bebías y en el fragor del champán loca reías. Ok, muy bien. Por no llorar. Chao. Me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, con alcohol nos embriagamos, ¿qué me importa que se rían? Y no llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos. Lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos.
Ik sta hier nu in de soepthee op de metro van Buenos Aires en ik ben eigenlijk op weg naar Pablo. Pablo was de allerlaatste vriend van Bart. Ik heb hem ooit één keer gezien en dat was de laatste keer dat mijn onkel Bart naar België is gekomen. Dan was hij ook mee. En ik was toen 13 jaar en ik had eigenlijk helemaal niet door dat dat zijn liefje was. Maar nu heb ik wel een aantal vragen. Ik vraag mij bijvoorbeeld af of die Pablo ook iets heeft. En of hij misschien weet van wie Bart dan iets gekregen heeft. Verder vraag ik mij dan ook af of Bart hier in Argentinië aan alle vrienden gezegd had dat hem ziek was. Want in België wisten heel weinig mensen op voorhand daar iets over. Ja, ik was de enige die het wist. Al een jaar toen. Van een jaar tevoren. Niet van hem natuurlijk, typisch mijn broer. Ik wist toen wij in Argentinië waren dat hij schrik had voor een gezwel in zijn mond. Uiteindelijk bleek, als wij er waren, kregen we de uitslag binnen dat dat negatief was. Wat achteraf fout was. Dus ik wist dat dit in de lucht hing. Op een bepaald moment is Bart dus naar België gekomen, tijdens de Gentse feesten. En is iedereen geschrokken als hij hem zag. Hij was er met zijn hoofd niet bij. Hij kon hem niet meer amuseren. Hij was echt niet meer. Hij deed heel hard zijn best. Maar typisch voor Bart. Bart, als hij hem niet amuseerde, dan zag ik dat gewoon op zijn gezicht. En ik gaf iedere keer aan van, ja, hoe is het met u? En hoe is het met uw toestand? En wat weet ik al? En nu zeg ik, nee, geen probleem, maar veel. En ik zat dus naar hem te kijken. Zeg maar, had hij hier nu werkelijk een ganse namiddag zitten en van niks gebaren? En ik werd eigenlijk lichtjes aan kwaad. Hij wou dat niet. Voor hem was het leven een feest en hij wou absoluut niet een domper zijn op iemands leven. Hij wou dat iedereen zich amuseerde en hij wou dat niet. Hij wou zichzelf wegcijferen. Ja, dat was zo en voilà. Amuseer je en voilà. Geen verdriet, absoluut geen verdriet. Ik heb een gemeenschappelijke vriendin in Buenos Aires opgesloten in de kamer. Ik heb de sleutel in mijn zak gestoken en ik heb gezegd, je komt nooit meer uit deze kamer als je mij niet alles vertelt. Want ik had van op de luchthaven al gezien dat hij ziek was. En oké, ze heeft me toen alles verteld. En wat heeft ze dan verteld? Gewoon dat hij zeer positief was. En al een paar keer zwaar ziek was geweest. En telkens weer net op tijd hersteld. Maar ja, hij liep toen te hoesten en te kuchen en te rochelen dat niet schoon was. Was fel vermagerd. Maar hij weigerde daar met mij over te praten. Vrij subtiel ben ik nooit geweest. Dus probeer dat subtiel aan te brengen. En hij had geen goesting om erin te gaan. En op een bepaald moment zeg ik, ja, Bart, heb jij iets? Maar werkelijk zo knal in zijn gezicht. Elena, hoe vraag je mij dat? En op dat moment was dat gewoon een waterval. Hij stopte niet meer. Ik heb dan juist op de laatste dag er even over gepraat. En dan vroeg hij om niks te vertellen in Europa. Wat ik ook gedaan heb, tot woede van bijvoorbeeld mijn zus en mijn echtgenoten. Die pas een jaar later van hemzelf hebben vernomen toen hij hier op bezoek was. Ja, toen waren die kwaad op mij, maar vind ik niet erg. Ze hebben een jaar cadeau gehad van hun leven van mij. Ze hebben er een jaar geen zorgen moeten over maken. Voilà. Hoe ben jij toe? Pablo ziet er heel erg mager uit, vooral in zijn gezicht. Helemaal anders dan ik me had voorgesteld. Als ik naar zijn job post, vertelt hij me dat hij in zijn toestand niet makkelijk werk kan vinden. Hij is dus ook ziek. We praten eerst wat over hoe ze elkaar hebben leren kennen. En daarna vraag ik hem hoe Bart aids heeft gekregen. Cómo se infectó Bart? Bueno, cómo se infectó Bart o cómo se infecta cualquier persona es unknown, uno diría en inglés. Sí. Hij weet het niet. Pero hij weet het puede niet. Ser porque Maar in de jaren 80 vertelde hij was aids nog helemaal niet zo bekend in Argentinië. Niemand wist wat het was, laat staan hoe je het kon krijgen. En ja, Bart heeft toch verschillende bedgenoten gehad in die periode. Y acá había descontrol sexual, a lo mejor. Y puede ser en ese descontrol sexual. ¿Vos lo supiste inmediatamente? En realidad, en el año 91. In 1991 had Bart een knobbeltje in zijn mond en liet hij dat onderzoeken. Bij dat onderzoek ontdekte hij dat hij HIV-positief was. Decepción total.
En hij weende toen als een baby in de armen van Pablo in het kantoor van de dokter. Dat was verschrikkelijk nieuws. Al drie belangrijke vrienden waren ze aan aids kwijtgeraakt. 3 maanden later merkte ook Pablo dat hij in dezelfde situatie verkeerde. Bart lo comentó y contó a sus amigos en Argentina. Sí, absolutamente. Of hij dit vertelde aan de Argentijnse vrienden. Natuurlijk, want die vrienden waren heel belangrijk voor hem. Y sí. Y en Bélgica no. En Bélgica no. ¿Por qué? Nee, niet in België. Omdat hij de mensen niet ongerust wou maken. En ook omdat hij altijd dacht dat alles nog goed ging komen. En el año 93, cuando fue su último año, y viajamos. Tot slot vertelde Pablo me ook over de laatste reis van hem en onkel Bart naar België. Dat was 2 maanden voor hij stierf. Ze gingen toen naar het ziekenhuis in België en de dokter vertelde hem na het onderzoek dat er eigenlijk niks meer kon gebeuren. No hay absolutamente nada más que hacer. Y yo le dije, bueno, Pablo stelde Bart toen voor om in België te blijven bij zijn familie. Terminar tu vida con tu familia. Nunca aceptó eso. Él dijo, yo quiero volver a Buenos Aires y morir allá y que me entierren en Argentina. Maar daar wou mijn onkel niet van weten. Hij zou in Argentinië sterven en begraven worden. Dag pa, dag ma, dag Pepe, dag Meme, dag Rudy, dag Capri, dag Ken, dag Eva. Dag Rita, dag Koen, dag Veerle, dag Steven, dag Lien. Rond 20 september 1993 belde Pablo naar België om te melden dat het echt niet goed ging met Bart en dat de familie onmiddellijk moest afkomen. Mijn papa en tante Rita konden door hun werk niet direct vertrekken naar Buenos Aires. En daarom besloot Koen, de man van mijn tante Rita, oma en opa te vergezellen op de laatste reis naar hun zoon, Bart. Hoe was dat vertrek dan? Hoe waren oma en opa? Eigenlijk was niemand bijzonder goed voorbereid op dat vertrek. Dus dat kwam totaal verrassend over. En wisten oma en opa toen wat Bart had? En wist jij dat? Ik wist het. En ik vermoed dat oma het ook wist. Maar het probleem was zo'n beetje dat er niet openlijk werd over gecommuniceerd. Omdat... in ieder geval Bart, zijn vader, dat niet als thema of niet kon aanvaarden dat Bart iets zou hebben. En wat zei Bart zelf over de ziekte? Bart zei dat het met hem vrij goed was, dat we ons eigenlijk niet ongerust moesten maken. En hij was een beetje verrast dat we daar zo snel waren toegekomen. Hij vond het een beetje overdreven dat we daar zo waren. Ja, en hij bleef dat volhouden of? Ten opzichte van ons heeft hij dat altijd volgehouden. Wat ik wel moet zeggen, dat was de eerste moment dat ik hem alleen zag... dat hij mij vroeg van, kunnen we samen 1 nacht doorbrengen? En dat heb ik dan ook gedaan, uiteraard. Ja. En hoe was dat dan? Eigenlijk, het kwam zeer snel tot uiting. Hij had 1 bijzondere vraag. En die vraag ging juist rond 1 zijn homoseksualiteit, 2 zijn aids... waarin dat hij vooral wou weten hoe dat aanvaard was door zijn naasten, moeder, vader, zus en broer. En ik heb hem daarin gerustgesteld. Het was voor hem bijzonder belangrijk. Pablo die was bijzonder veel bij hem. Het is ook Pablo die op een avond, een nachtelijk uur eigenlijk... opbelde naar het appartement. Ik was daar dus met oma en opa en belde van... ik denk dat je nu onmiddellijk moet komen. Ja.
En hoe was dat dan als je daar aan toe kwam? Was ik net te laat. Bart was overleden op dat ogenblik. Gracias a la vida. Papa, waar zijn we nu juist naartoe gevaren? We bevinden ons in de delta van de Tigre. En, Tigre is een heel bizar natuurelement in feite. Dat is de delta van de rivier de Paraná, die vanuit Brazilië komt, vanuit Bolivie ook geloof ik weet het niet goed. En die zich hier uitspint in een enorme delta met honderden zeeriviertjes. En Bart kwam hier veel? Ja, zeker weten. Hij had hier samen met een paar vrienden hadden ze een huis gehuurd. Ver van hier, in allerlei zeeriviertjes. Ik weet niet hoe ze het ooit konden vinden. En ja, dat was heel rustig, heel intiem ook. Overdag een beetje zwemmen in de rivier. Uit het water een fles bier of een fles wijn halen. Want er was ook geen ijskast uiteraard, er was geen elektriciteit. Dus werd de drank in het water min of meer koel gehouden. Maar hier had je tijd om eens, ja, om eens te praten en te zeveren en te lachen. Ja, het was intiem. Ja. En daarna is Bart ook hier begraven. Dit was absoluut zijn favoriete plek. Als je met vrienden van hem hier praat, zullen ze allemaal vertellen dat de Tiger zijn favoriete plek was, omdat hij hier wat rust vond. Dus hebben we hier, hij is hier een jaar of 5 begraven geweest. En dan wou mijn vader dat hij werd overgebracht naar België. Dus ben ik naar hier gekomen om hem te laten opgraven, te laten verassen. En dan krijg je zo'n plastieke zak vol assen, zoals je naar de GB gaat. Een vuile plastieke zak met assen erin. En de helft van die assen ben ik hier met Daniel, een van zijn eerste vrienden. Zijn we hier komen verstrooien in de rivier de Tigre. Ja. En hoe was dat dan? Een ontroerend moment. We hebben niet veel gepraat die dag. Kom je hier vaak terug in de Tigre? Niet zo vaak, omdat het een beetje moeilijk is. Maar ik ben wel blij dat ik hier vandaag ben. Het geeft zo'n beetje het gevoel... Ten slotte is de helft van de assen begraven op het kerkhof in Gent. Gentbrugge. En de helft is hier uitgestrooid. Dus ik voel me hier een beetje op het kerkhof. Maar dan zonnig, een beetje tropisch. En hier heeft hij toch de laatste 10 jaar van zijn leven vrolijk geleefd. En dit is wel het mooiste deel voor hem om begraven te zijn. Hoewel dat natuurlijk allemaal romantiek is, waar dat je ook uitgestrooid bent. Het doet er allemaal niet toe. Maar of ik nu op het kerkhof in het koude België loop, of hier aan de rivier zit in het warme Argentinië. Het geeft alle twee hetzelfde warme gevoel. Het is leuk. En dat warme gevoel is er zeker ook bij ons afscheid uit Argentinië. Want telkens er Belgen in Buenos Aires zijn, komen alle vrienden van Bart nog eens samen om Los Mariados te zingen.